Welkom bij deze nieuwe tutorial vlog. Nou, wat gaan we vandaag maken? We gaan een draaidoosje maken. En dat draaidoosje, deze is een beetje zwaar. Dat komt omdat ik er een nogal zwaar bonbonnetje in heb zitten. En dan draait hij op het allerlaatste moment ook in een vloep om. Nou. Ook dit patroontje is, dit snijpatroontje komt ook weer van Jolanda van Wessel. Ik heb het niet helemaal hetzelfde gehouden. Ik heb het wat vergroot en dan moet ik niet zeggen wat, maar ik heb het 150% gebracht. En dat heb ik heel specifiek gedaan omdat dat bonbonnetje wat ik heb natuurlijk wat groter is en niet in het kleinste doosje zou gepast hebben. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb, en dan kan ik dat het beste hier even laten zien. Ik heb de gaatjes iets kleiner gemaakt. En dat komt omdat ik niet werk met een rietje. Maar ik werk met splitpennetjes. En als je met splitpennetjes een grote gat hebt, dan gaat dit er natuurlijk doorheen. En als je een rietje hebt, nou, wat mensen natuurlijk ook doen, die dan het rietje pakken. En als je dan die dingetjes zo knipt en je doet dat uitvouwen, ja, dan kan je er natuurlijk wel voor zorgen dat dat net even wat groter is en dat het dan niet door het gaatje heen valt. Ik vind het rietje zelf niet zo prettig, dus ik werk er niet mee. Ik vind een splitpennetje wat prettiger werken, dus vandaar dat ik heb gekozen voor een splitpennetje. Nou, wat heb ik nog meer, of wat ga ik nog meer veranderen? Nou, niet alleen hier heb ik dat natuurlijk in veranderd, maar dat heb ik ook veranderd in dit deel. Ook de gaatjes wat kleiner gemaakt. En waar moet je dan voor zorgen als je dat doet? Je kan niet zomaar, ja, dat kan natuurlijk wel, maar je moet wel zorgen dat de randjes gelijk liggen. Dus de randjes die Jolanda heeft gemaakt, dus daar moet je echt tegen de zijkant moet je ook jouw gaatje in maken als je hem kleiner wil maken. Dus dat is wel belangrijk. Nou, welk papier heb ik gebruikt? Hier heb ik gewoon een dik kartstok voor gebruikt. Ik haal het bij mijn groothandel en daar heet het relief papier en het heeft geen kartstok, relief karton of zoiets, speciaal relief karton. Er zit een heel klein werkje in. Ik vind het heel erg leuk om dat om te gebruiken, dus vandaar dat ik deze. Het is vrij stevig. Het is, als ik het goed heb, 300 gram, dus het is best wel dik. Ik moet ook altijd twee keer snijden. Dat heb ik gebruikt. En voor de buitenkant heb ik Graphic 45 papier. Dat is weer vergelijkbaar met als je het papier van de Action neemt, dan is dit weer wat dunner. Dus daar moet je dan wel weer wat meer op letten dat je dat het wat slapper is. Dus Graphic 45 is weer wat dunner dan het papier wat je hebt van de Action. Nou, laten we maar beginnen met het doosje te maken. Heb ik nog iets anders wat ik wilde vertellen, maar anders dadelijk vergeten. Nou ja, tijdens de film zullen jullie wel zien hoe ik het voor elkaar krijg. Oh ja, en voor dit doosje heb ik ook hoekjes. Ga ik ook hoekjes gebruiken. Dus ik maak iedere keer een ander doosje, dus vandaar. Als eerste ga ik mijn dubbelzijdige tape gebruiken. Dan moet ik even kijken, want ik heb hier zo'n mooi een hoekje eraf. En deze, en dat vind ik wel prettig, deze is precies even groot als de randjes van het doosje. Dus dat werkt erg makkelijk. Nou, voor degene die nog nooit eerder mijn filmpjes hebben bekeken, dit idee komt niet van mijzelf om het op deze manier te doen. Dit is zo'n stempel dingetje waar je, als je aan het stempelen bent, waar je je clear stamps mee kan stempelen. En ik zag dat een keer voorbij komen bij YouTube en dan kan je gewoon heel makkelijk je dubbelzijdige tape afscheuren zonder dat je dan
Ja, als je dat met je vingers doet, nog wel eens hebt dat de helft dan aan je vingers geplakt blijft zitten. Of je trekt een stukje van het papier mee. En op deze manier gebeurt dat niet. Dus ik vind dat een hele makkelijke manier. En als je niet zo'n dingetje hebt, dan heb je vast wel een ander blokje wat je daarvoor kan gebruiken. Nou, dan gaan we het doosje in elkaar zetten. Even de dingetjes omvouwen. Zo. Ik maak het altijd even met een mesje los. Omdat ja, ik heb niet zulke mooie lange nagels. Dus dan lukt het mij ook niet om dat helemaal makkelijk los te krijgen. En wat doe je dan? Je schuift het naar elkaar toe en je legt dan de kantjes op elkaar. Zo. Nou, dat doen we aan deze kant precies hetzelfde. Naar elkaar toe. En de randjes op elkaar. En je kan het natuurlijk ook gewoon met lijm doen, hè? Maar dat is ieder voor zich. Wat vind je prettig en wat vind je niet prettig? Nou, ik vind voor dit vind ik dan. Omdat het een doosje is wat wat stevig moet zijn, vind ik deze dubbelzijdige tape heel erg prettig. En dit is, om het zo maar te zeggen, de iets wat betere kwaliteit tape. Want ook daar zit wel een verschil in. Action heeft het ook, maar daar ben ik zelf niet zo gecharmeerd van. Oké, nou wat ga ik vervolgens doen? Ik ga die zijkantjes naar binnen vouwen. En dat past eigenlijk allemaal precies. En dan hoef ik voor de zijkantjes niet zo heel veel tape te gebruiken. Dus ik pak daar dan, ja, het is dat het gewoon vast blijft zitten. Maar of het nou echt nodig is dat het echt vast blijft zitten, of dat je er tape op zet, dat weet ik niet. Want het zit zo mooi dat je dat eigenlijk niet echt nodig hebt. Maar goed, ik zet deze er gewoon op. Ik doe ook maar één tapeje erop. Meer hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Zo. Dus daar gebruikte ik net even wat dunner tape voor. Ik heb het hier alleen aan de bovenkant gedaan. Wat ik al zei, het zit zo mooi strak erop. Mooi strak in elkaar, doosje. Precies pas. Dat het eigenlijk zonder tape ook wel blijft zitten. Dus alleen even een beetje aanwrijven. Nou, dan doen we aan de andere kant precies hetzelfde. Schermlaag van de dubbelzijdige tape eraf. En we vouwen het naar binnen en drukken alleen eventjes het randje aan. En wat ik al zeg, het is precies pas. Omdat het precies pas is, ben ik erachter gekomen dat als je deze nu naar binnen gaat vouwen, dat hij net niet past. Nou, dat is een beetje zonde. Dus wat heb ik gedaan? Ik knip even een klein randje eraf. En het kan ook zijn dat je dan precies die hoekjes maakt. Dat weet ik niet. Maar ik heb het gewoon een klein randje eraf. Dus op. Het is natuurlijk logisch, en vooral omdat ik een wat dikker karton gebruik. Krijg je dat als je. Kijk, nu als ik hem nu naar binnen vouw, gaat hij wel mooi. Nou, dat geldt voor de andere kant precies hetzelfde. Zo. Oké, omdat ik splitpennen gebruik en een splitpen toch een beetje zo'n bobbeltje hebt, als je zo ziet, zie je dan wel dit. Heb ik gemerkt dat als je
je karton een beetje in het midden, dus daar eigenlijk waar die splitpen komt te zitten, een beetje met een embossingpen wat soepeler maakt, zeg maar. Dus dan maak je het papier eigenlijk een beetje ruimer. Dan, je kan het ook hier aan deze kant, en je hebt daar geen last van, want dat zie je dan verder niet. Maar dan draait je splitpen net even wat makkelijker. Nou, dat doe ik aan beide kanten. Gewoon in het midden, daar waar mijn splitpen dan dadelijk ook gaat zitten. Op de hoogte van je gaatjes, zeg maar. Even je papier gewoon wat soepeler maken. Wat ruimer. En dan draait je splitpen eigenlijk perfect. Althans, dat is mijn ervaring. Zo. Nou, als je dat hebt gedaan, moet hier natuurlijk wel ook weer tape op. Want zou je dat niet doen, dan met het draaien gaat dan de splitpen toch een beetje wiebelen. En dat wil je niet. Daar gebruik ik dan de smalle tape voor. En die, even kijken of ik dat goed kan laten zien. Die zet ik dan zo aan de onderkant. Hier langs de zijkant. Dus op deze manier. Je kan het ook dit kan je met lijm doen natuurlijk. Als je dat zelf prettiger vindt. En dan moet je er wel voor zorgen dat je natuurlijk niet daar waar je je splitpen of je rietje neerzet. Of je rolletje papier. Want je kan dat natuurlijk ook van papier maken. Dat moet vrij blijven. Dus het midden hier moet vrij blijven van lijm of tape. Want anders kan hij niet meer draaien. Zo. Andere kant ook even intapen. En als ik de dikkere tape die ik net gebruikte zou pakken, dan is hij net te strak. Dan heb ik te weinig ruimte voor het draaien van mijn splitpen. Die wil niet zo 1, 2, 3. Nou, het laatste gedeelte. Zo. Nou, ook die kunnen we weer losmaken, de beschermlaag. Ik blijf dat altijd een heel erg vreubel vinden. Om dat eraf te krijgen, die beschermlaag. En moet ik ook wel eerlijk zeggen, bij de ene tape gaat het wat makkelijker dan bij de andere tape. Als je dat rode tape hebt, dat hele dunne tape, ja, ook dan... ben je echt heel erg aan het vreubelen. Even kijken. Nou, ik doe eerst maar even één kant. Ik pak mijn splitpen. Hang ik erin. Dan haal ik even het splitpennetje vast. En dan duw ik mijn binnenkantje naar binnen. Zo. Even aanduwen. En je ziet dat de splitpen kan gewoon draaien. Nou, dat verhaal gaan we aan de andere kant ook doen. En nou ben ik in mijn enthousiasme met het dichtmaken van het doosje eigenlijk nog iets vergeten. Maar dat ga ik dadelijk even laten zien hoe je dat kan oplossen. Ik wilde eigenlijk mijn lint wat ik gebruik om te draaien,
of om aan te trekken om het doosje te laten draaien, wilde ik eigenlijk op een mooie manier wegwerken. Dat had ik eigenlijk meteen moeten doen, maar omdat ik alleen maar aan de onderkant tape heb geplakt, kan ik dat nog steeds doen. Zo. Deze nog even. Maar ik zal zo even laten zien hoe ik dat doe. Nou, ook hier de splitpen er weer in. En vervolgens het dingetje naar binnen vouwen, het flapje. Zo. Nou, en ook deze draait prima. Dus het doosje kan hierop prima draaien. Nou, wat had ik met mijn andere doosje gedaan? Ik kan het wel even, denk ik, laten zien. Deze. Kijk, je ziet hier niet het lint liggen, zitten. Je kan het natuurlijk hier aan de binnenkant plakken. Dus als je je lint pakt. Even. Zo. Dan kan je hem natuurlijk hier plakken. Zo. En dan heb je dat aan de binnenkant zitten. Nou, dat vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Dus wat had ik bedacht? Dat als je dat, als je in dat gleufje, of in die flapjes een gleufje maakt. Op deze manier. Een beetje uit elkaar duwen. Dan kan je daar je lint in doen. En eigenlijk had je dat natuurlijk van tevoren moeten doen, hè? Maar goed, dat was ik even vergeten. Maar op deze manier kan het ook nog. Ik duw mijn lint hier gewoon in. En nu moet ik net even. En dan zou ik hem vastgeplakt hebben met tape. Nou, dat kan dus nu niet. Dus nu heb ik mijn lijm. En dat mooie dingetje, hoe noem je dat? Zeg maar het naaldje. Dat kan ik hier mooi in duwen. En de lijm die ik gebruik, dat is Quick Glue. Dat is van Panduro. Panduro heet het. Ja, ik kan het bij geen enkele groothandel halen, dus ik moet het echt gewoon bij Pipo's halen. Maar goed, dat vind ik op zich niet zo'n ramp. Het is wel een lijm aan de prijs. 12, wat is het? 12,75 geloof ik dat het kost. En er zit een 300 milliliter in. Maar goed, je doet er wel heel lang mee. En het voordeel van deze lijm is dat hij heel snel droogt. Nou, je ziet het al, hij is al droog. Het zit al vast. Dus dat vind ik persoonlijk heel erg prettig. Nou, dan heb ik deze. Dit heb ik nu gedaan. Wat ga ik nu doen? Ik ga mijn doosje verder afmaken. Ik vind het wel fijn of mooi. Ik weet niet of dat fijn is, maar ik vind het mooi om een beetje de randjes in te inkten. Je doet er, je geeft het een net andere uitstraling. Maar daarnaast zorg je er ook voor dat mocht je een beetje rafelig gesneden hebben, dat je dat ook meteen een beetje wegwerkt op die manier. Nou, laatste kantje. Zo. En daar gebruik ik de stressinkt voor. En in dit geval is het de Black Bond. Ja, Black Bond. Er is al zoveel overheen gedaan dat ik eigenlijk het haast niet meer kan lezen. Om de kaartjes vast te maken gebruik ik wel lijm. Dus dat doe ik niet met. Er zijn mensen die dat ook met tape vastzetten, maar dat doe ik niet. Ik vind dit dan net even wat makkelijker. En
En dat is ook het voordeel van deze lijm. Je hebt er niet zo heel veel van nodig. En daardoor en het droogt heel mooi transparant op. En daardoor heb je ook niet dat je papier zeg maar doorweekt met lijm is en daardoor gaat bollen. Dus vandaar dat ik deze lijm wel heel erg prettig vind. En wat ik al zei, het is misschien wel een prijzige lijm, maar het is het geld meer dubbel en dwars waard. En daarbij komt je gebruik er minder van als van andere lijmen. Dus dat is mijn ervaring. Waardoor dat ik dan zoiets heb van, nou, dan vind ik het ook niet zo erg. Vooral als je veel vreubelt, ja, dan heb je natuurlijk aardig wat lijm nodig. Maar wat ik zeg, deze lijm is echt prettig. Jullie zien, ik doe maar een heel klein beetje erop. Het is maar een heel dun randje. En het zit gewoon goed vast. Het is natuurlijk soms ook wel eens een nadeel dat als je verkeerd geplakt hebt, ja, dan is net als met dubbelzijdig tape, vast is vast. Zo. Oké, nou, ik zet deze even aan de kant en dan ga ik even mijn doosje pakken. Het buitenkant doosje, doordat ik met splitpennetjes werk, moet ik, ja, misschien is dat ook wel met het rietje, dat weet ik niet, zet ik dadelijk al meteen mijn binnendoosje vast aan mijn buitendoosje en ga dan pas de boel aan elkaar vast plakken. Ik heb gemerkt dat als ik dat anders doe, dat dat het papier dan een beetje gaat scheuren. En wat ik al zei, het is natuurlijk een heel dun papier. Of heel dun, dat is ook niet waar hoor. Maar het is wat dunner papier dan normaal gesproken, dat je normaal gesproken hebt van het designpapier. Dus dan is het wel handig om dan het alvast erin te doen op deze manier. Tenminste, dat werkt voor mij het beste. Nou, waar moet ik dan op gaan letten? Ik moet even kijken, waar zit het gleufje? En dat heb ik dan hier gevonden. Waar je lint doorheen moet. En als dat gleufje, dat zet ik naar mij toe. En dan weet ik dat het lint wat ik aan mijn doosje heb gemaakt, van mij af moet. Dus dan weet ik dat dat dan goed zit. Dus daar moet je wel even op letten. En dan kan ik mijn splitpennetje erin doen. Zo. Die maak ik meteen een beetje open. Even zo doen. Zodat hij er niet meer doorheen kan vallen. Zoals. En dan kan ik mijn tweede gedeelte kan ik een beetje krom doen. En dat is het mooie weer van een splitpennetje. Hè? Die kan je een beetje krom buigen. En we daarna weer gewoon recht zetten. Om hem door het gaatje heen te friemelen. Even zo. Kijk, ik had hem een beetje krom gezet. Dan kan ik hem er wat makkelijker doorheen doen. Nou, en nu kan ik het splitpennetje uit elkaar. Ik heb wel eerlijk gezegd, ik heb niet zoveel nagel. Zo. Uit elkaar halen. En dan zit het vast. Zo. Nou, nu kan ik het doosje verder in elkaar gaan zetten. Zo. Die kan weer naar beneden. Ik heb niet zo heel veel last van het doosje. Ik moet er alleen wel voor zorgen dat als ik dadelijk deze vast heb gemaakt, dat ik mijn lintje alvast door het gleufje heen zet. Nou, hier gebruik ik wel weer de dubbelzijdige tape voor. Alleen even. Ik heb toen net. Zo.
En dat vind ik dan zelf. Maar verder, ja, als je gewoon lijm gebruikt, heb je daar natuurlijk geen last van. Maar ik ben een beetje een Piet Lut, om het zo maar te zeggen. Dus ik vind het dan voor mezelf storend dat mijn tape niet helemaal tot aan het randje komt. En ik heb die tape ook niet. En dan kan ik hier natuurlijk wel weer een ander tapeje op plakken. Ik denk dat ik het even zo van deze keer met de hand doe. Dus met een schaar in plaats van met mijn dat dit net even handiger werkt. En daarom knip ik het eraf. Wat ik al zeg, dat heeft meer te maken met dat ik het niet mooi vind of prettig vind of hoe je dat ook wil benoemen. Dan dat het patroontje niet zou kloppen. Maar ik ben daar een beetje vreemd in, om het zo maar te zeggen. Ik vind het niet mooi dat dan uitsteekt. Dus het slaat misschien helemaal nergens op. Maar en ik vind het een kleine moeite om dat er even af te knippen. En ik heb nou eenmaal niet het tape wat... Dat is er wel, maar je hebt ook nog tape wat breder is. Maar goed, dat heb ik dan nou eenmaal niet. En om twee verschillende tapes dan bij elkaar te doen, dat vind ik dan ook weer vervelend. Dus het ziet het al. Een beetje een rare... Het zit in mijn hoofd. Zo. Nou, deze heb ik dan getaped. En die kan ik dan nu los gaan halen. En dan deze. Zo. En dan plak ik die mooi vast. Ik draai het hoekjes weer naar elkaar toe. En dan doe ik aan deze kant precies hetzelfde. Ik draai de hoekjes weer naar elkaar toe. Zo. Nou, dan de andere kant even losmaken. Dat ga ik nu eerst even... Nee, dat doe ik nog niet. Dat moet aan deze kant. Ja, dat maakt niet uit. Dus ik maak de andere kant even... Haal ik de beschermlaag van de dubbelzijdige tape af. En ook hier... Netjes de hoekjes weer naar elkaar toe. En met mijn vinger hou ik deze een beetje tegen. Want dit is van de dubbelzijdige tape. En dit is een heel dun papier. Dus flapt het tegen elkaar vast. Dan zit het vast. En dan, ja, dan omdat het zo dun papier is, scheur je dat ook wel heel snel kapot. Dus dat, vandaar dat ik met mijn vinger een beetje tegenhaal. Nou, dan voordat ik hem nu dicht maak, moet ik natuurlijk eerst nog even mijn lintje erdoorheen zetten. En daar heb ik een naald voor. Omdat ik dat gewoon net even wat makkelijker vind. Zo. En ik zie dat dan moet ik ervoor zorgen, althans dat wil ik zelf dan, dat mijn lintje meteen goed zit. Naaldje er doorheen. Nou, ben ik bang dat ik hem toch gedraaid heb.
Nou, nu kan het nog, dat je er gewoon makkelijk bij kan, kan je dat ook gewoon nog goed zetten. Zo. Het lintje laat ik nog even voor wat het is. Ik ga eerst nog even de onderkant dicht plakken. Zo. En voor de onderkant gebruik ik nu wel lijm. En deze ook. Nou, dan plak ik hem dicht. Ik vouw deze naar binnen. Ja, wat ik zei, als je hier kan je er ook wel tape voor gebruiken. Maar op het moment dat je dat gaat doen, loop je wel het risico dat je tape al vast zit en dat je hem niet meer mooi sluitend krijgt. Zo. Nou, in principe ben je dan natuurlijk nu klaar. Maar we zijn nog niet klaar, want we moeten het nog een beetje afwerken. Hij loopt niet zo soepel en dat heeft hiermee te maken. Deze houdt hem een heel klein beetje tegen. Ik heb een iets te breed lint gepakt. Dus. Als je dat even een beetje zo doet, dan gaat het wel weer goed. Nou, kijk, dan loopt hij wel soepel. Oké. Dan moet natuurlijk deze er nog overheen. Nou, je kan in dit geval, ik zou hem zo kunnen doen. Maar ik kan hem ook zo doen en dat vind ik dan wel weer leuk. Dus ik ga dat op deze manier doen. Ook dat doe ik weer met lijm. Aan de binnenkant. Het is echt een heel leuk patroontje. Het is echt mooi gemaakt door Jolande. Zo. Nou, en omdat we natuurlijk ervoor willen zorgen dat je niet dit effect krijgt, wat ik dan nu heb, hè, zodat het dingetje helemaal omhoog staat en het er niet mooi uitziet, ga ik ervoor zorgen dat mijn lint netjes blijft. Nou, hoe heb ik dit gedaan? Dit heb ik met het nieuwe Royal Quill of Quill of Quill, ik weet niet, Quill gedaan. En ik had in het andere, ga ik even laten zien. Met het andere heb ik een dichte letter gebruikt. Ik ga aan het eind van deze les nog even laten zien hoe je dat in Studio Silhouette Studio kan maken. Maar ik vond deze letter dan toch weer net iets te dik. Dus ik heb nu wel een klein beetje open gelaten, omdat ik dat dan toch weer wat mooier vond. Even kijken, waar heb ik mijn dikke tape? Ik heb hier dikker tape. En ik moet er dan wel voor zorgen dat mijn tape net even wat dikker is of breder is dan dat het lint is. Zodat ik het lint meteen goed vastplak. Zo. En dan, omdat dit een beetje breed tape is, knip ik zelf dan die hoekjes eraf.
zodat je dat niet gaat zien. Zo. En ook deze krijgt van mij een heel klein beetje inkt. Maar dit papier, dat rafelt net even wat meer met het snijden. En omdat het zo dik is en een beetje pluizig, zeg maar. En doordat ik die inkt erop ga, haal ik die kleine pluisjes haal ik dan ook weer weg. Nou, ik zorg dat het verhaaltje naar mij toe staat. En ga dan mijn dingetje zo mooi mogelijk in het midden neerzetten. Ja, zit goed. Nou, wat ik dan zelf heel leuk vind, is dat er zo'n vlindertje bij zit. Oeps. Ik moet nog even kijken wat de mooiste is. Deze. En ook daar gebruik ik een... Ik ga hem er niet... Omdat hij... Ik leg hem erop. Dus ik zal alleen een heel klein beetje tape in het midden plakken. Zo. En dan een klein beetje de vleugels gedraaid. Doe ik door eventjes over een rond dingetje te halen. Nou, dan kan ik dat stukje tape er afhalen. En dan plak ik hem hier. Oh, dat is ietsje te laag. Dan zien we de R niet meer. Zo. Dus op dit moment heb ik hem dan zo zitten. Nou, dan had ik nog iets nieuws bedacht. Dat vond ik zelf wel weer grappig. Ik wil ook niet altijd alle doosjes helemaal precies hetzelfde hebben. Dus ik heb wat van die hoekjes. En die zet ik hier erop. Waardoor dat het doosje gewoon net even wat meer elan krijgt, moet ik zeggen. Daar moet ik dan wel even een beetje mee vreubelen. Het komt op deze manier. En die zet ik dan dadelijk vast met Glossy Accent. En dat doe ik omdat dit gewoon een hele sterke lijm is. Die dit soort dingetjes gewoon goed vasthoudt. Maar wat moet ik nog meer doen? Ik vind het dan leuk als hier dan die schroefjes in komen. Dus ik prik er ook nog even een gaatje in met een prikpen. Zodat ik die schroefjes er gewoon in kan. En ik doe het alleen maar hier aan de zijkanten. Want ze zitten hier ook wel aan de onderkant. Maar dat vind ik dan wel weer overdreven. Omdat je je doosje toch zo neerzet. Nou. Wat ga ik nu doen? Ik vul, zeg maar, als het ware, een beetje mijn hoekje. En dat hoeft helemaal niet heel veel te zijn. En weet ik niet meer of ik dit... Oh ja, inderdaad. Ik wou zeggen, nou weet ik niet eens of ik deze kant had genomen. En dan pak ik mijn schroefjes. Die zijn heel klein. En die... Daar smeer ik een heel klein beetje lijm op deze manier. Ik moet natuurlijk wel vastzetten. En die prik ik er dan doorheen. Dan doe ik aan deze kant precies hetzelfde. Beetje lijm aan het schroefje. En dan... Oh, deze niet in het vorige prikte gaatje. Die schroefjes zijn natuurlijk zo bot als maar kan. Of
die spijkertjes. Want normaal gesproken zet je dit natuurlijk in een, timmer je dit in een houten doosje. En niet in een papieren doosje. Zo. Oké. En dat doe ik met alle vier de hoekjes. Gewoon omdat ik dat grappig vind. Even kijken. Ik moet even een touwtje pakken. Misschien dat het wel net even wat beter gaat. Dat was een telefoontje. Zo. Even kijken. Net even wat. Dat is natuurlijk wat je altijd met dit soort dingetjes, want dat is hier niet voor. Dus je moet altijd een beetje vreubelen. Wil je dat dan mooi krijgen? Zo, op deze manier. Ja. Dat is de ene kant. En deze spijkertjes die zijn zo klein dat ze ook het draaidoosje niet in de weg zitten hoor. Dus dat kan je makkelijk doen op zo'n manier. Nou, dan moet die weer gevuld worden met wat lijm. Toen net had ik er toch iets te weinig lijm in gedaan. Nu denk ik dat ik er iets te veel lijm in heb zitten. Nou, zo maar even. En ik weet wel, dat is hier natuurlijk helemaal niet voor gemaakt, maar het is wel grappig. Iets meer lijm. Alleen Klossy Accent heeft gewoon even tijd nodig om te drogen. Dus dat is wel iets waar je even rekening mee moet houden. Zo. Nou, en op deze manier ga ik dan ook nog de andere hoekjes maken. Maar dat laat ik even nu voor wat het is. Ik ga het lintje op de juiste lengte afknippen. Althans, de juiste lengte die ik mooi vind. En dat is voor iedereen verschillend. Hè? Ik heb één doosje hier gemaakt. En die, als je die goed hebt staan, is die helemaal aan het eind. En met dit doosje heb ik hier een beetje een wat langer lintje aan. Als je die oprolt, dat er nog wat uitsteekt. En bij deze ga ik een soortgelijk iets doen. Ook dat het er nog een beetje uitsteekt. Maar ik zit er een beetje vervelend voor. Ik doe mijn dingetje een beetje dubbel. Ik moet altijd even nadenken hoe ik dan moet knippen. Zo. Dat je inderdaad zo'n zwaluwstaartje krijgt. Zo.
En daar heb ik wel twee vlindertjes voor gemaakt. Want ja, we hebben nu eenmaal vlindertjes. En even kijken wat ik dan het mooiste vind. Deze. Ja, ook hier ga ik ook de bloemetjeskant ga ik gebruiken. Zo. En die kan het beter andersom doen. En die plak ik dan op deze manier op elkaar. Zo. En dan ziet het er aan de voorkant op deze manier uit. Ik ga nog eventjes de hoekjes aan de achterkant erop zetten. En dan kom ik dadelijk bij jullie terug met een klein voorbeeldje van hoe je dan met die schetsgedeelte, met het schetsgedeelte in de studio, in de Silhouette Studio, een dichte letter kan maken. Ik heb het niet van mezelf, ik heb ook maar weer van iemand anders geleerd hoe dat dan moet. Angelique die wees mij erop en ik ben eventjes op YouTube gaan kijken en dan heb je dat in het Engels hoe je dat dan moet doen. En ik weet dat er niet dat er ook dames en heren zijn die waarvoor het Engels niet zo vanzelfsprekend is. Dus vandaar dat ik het in het Nederlands nog eventjes laat zien hoe je dat dan moet doen. Tijd heb ik buiten de video om toch nog even het doosje met de hoekjes verder afgemaakt. Dus nu ziet het doosje er op deze manier eruit. Dit is de onderkant en dit is de bovenkant. Maar ik dacht van ik wil toch ook nog even laten zien wat ik er dan mee gedaan heb. Ik heb er zo'n bonbonnetje in gedaan. Deze heb ik, vond ik heel toevallig, vond ik ze bij de Lidl. Vond ik erg leuk, maar omdat het een vrij zwaar bonbonnetje is, als ik dat erin zou doen, dan zou het eruit vallen. Dus wat heb ik verder nog gedaan? Ik heb dubbelzijdig tape op het bonbonnetje geplakt. Ik denk dat als je dat dan weggeeft, dat je wel even moet vertellen aan de ontvanger dat het bonbonnetje vastgeplakt zit, want anders denkt hij ook van wat gebeurt er nu. Nou, op deze manier heb ik het dan gedaan. Nou, dan draai ik even mijn doosje weer terug. En ik zal even laten zien wat er gebeurt als je dat niet doet. Dus haal ik de beschermlaag er nog niet af. En op het moment dat ik dat wil doen, oeps, daar ligt mijn bonbonnetje ligt al in de onderkant van het doosje. Met het gevolg dat je niet meer verder kan draaien. Dus ik dacht, daar moet ik iets op verzinnen. Dus vandaar dat ik het met dubbelzijdige foam tape even aan de onderkant plak. En dan moet ik wel zorgen dat meneer Bonaparte mij aankijkt. Zo heten de bonbonnetjes ook. En dan zit hij er zo in. Dus als ik hem nu dicht draai, ja, dan zit hij vast en kan hij verder geen kant uit. Zou ik dat niet doen, dan lag het bonbonnetje al voordat ik klaar was met draaien, lag hij al in het doosje aan de onderkant. En dan, ja, dan heb je eigenlijk de lol van je verrassing is eigenlijk al weg dan. Ik ga dadelijk nog even laten zien hoe ik die letters maak. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Oké, dan zijn we nu aangekomen in Silhouette Studio. Ik ga een tekst typen. En ik doe dan even zomaar. Oh, laten we er een R van maken. Vervolgens rechtermuisknop, samensmelten. Rechtermuisknop, groeperen. En dan ga ik naar de rechterzijkant en dan open ik het schetsvenster. Nou, als eerste klik ik op de buitenlijn
Ik kan natuurlijk een andere buitenlijn doen. Ik zal even op een andere buitenlijn klikken. Wat je dan ziet is dit of dit. Dus maar net wat je leuk vindt. Nou, ik wil gewoon een strakke buitenlijn. En dan ga ik kijken van hoe wil ik hem gevuld hebben. Nou, ik zal even wat verschillende dingen laten zien. Je kan hem met een ruitje doen of met een streepje, met een cirkeltje. En ik kies voor het schuine streepje. En door aan dit dingetje te gaan trekken, dus aan het schuifje te gaan trekken, kan je zien dat ik hem wat dichter naar elkaar toe zet. Nou, op deze manier maak ik ook dat ik mijn letters kan vullen. Nou, als laatste klik ik nog even op het, ik dacht dat het in het Engels of in het Nederlands betekende loslaten van de schets. Nou, daar klik ik dan nog een keer op. En dan kan ik hem sturen naar mijn silhouet en cameo heb ik het in dit geval. En dan gaat hij een mooie gevulde letter maken. Nou ja, er zijn er natuurlijk ook mensen en die hebben een, even kijken, een brodder. Daar heb ik de tekst al neergezet. En wat moet je dan gaan doen als je dat gevuld wil hebben? Als je hem zo zou gaan maken met je foil quill, dan krijg je gewoon alleen de buitenlijn. Nou, je selecteert de tekst, gaat naar de eigenschappen, zorg ervoor dat er een puntje bij je tekenlijn zit en een vinkje in het vulgebied binnen de omtrek van de tekenfunctie. En dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen voor je broddermachine als je in Canvas Workspace werkt. En op deze manier krijg je dan ook een gevulde letter. Dus met de brodder werkt het net even wat eenvoudiger, maar op deze manier kan je wel mooie gevulde letters krijgen. Nou, ik hoop dat jullie hier wat van opgestoken hebben van deze video. Van zowel het maken van het draaikaartje als dat je letters kan vullen voor mooie projecten te maken. Als het dan zo is, wil je dan een duimpje doen, dan, dan wordt mijn video wat vaker gepromoot, om het zo maar te zeggen. Kijk je voor de eerste keer, abonneer je dan door op de rode knop te klikken. Het is een alliteratie, dus vandaar dat het niet zo makkelijk was. En klik dan ook nog even op de bel. Dan krijg je zodra ik een nieuwe video gemaakt heb en geüpload, krijg je daar een berichtje van. En dan kun je weer iets nieuws bekijken. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.